Nee, niet doen. Hi YouTube! Hey. Zijn we weer, livestream van 9 juli. Gezellig. We zitten in Kanto en we gaan een lieutenant search waar we al weten wat voor stem dat we hem gaan geven. Robin's idee. Dankjewel. Oh boy. Ik heb heel weinig goede ideeën. Vinden wij ook. Ja, ik vind het inderdaad geen goed idee. Geen nachtmerries. Ik zal even opschrijven hoor. Ik wil een double battle! Goed zo, double battle. Hoeveel Pokémon heb je al in Pokémon Go? Veel. Ik weet niet hoeveel. Ja, geen voordeel, we zijn nog lang niet bij Lieutenant Search. We moeten eerst die puzzel hebben. Oh nee, die hele irritante, vervelende... Ja. Oh. Gloeiende kolen! Flareon, ja, Ember. Ik zeg gewoon dat Ember gloeiende kolen is. Het maakt mij niet meer uit. Firepower, gebruik gloeiende kolen! Hoi YouTube! Hi. Laudrent die neemt er wel best wel flinke schade van. Botervrij. Oh, Bugbus. Oh, nee, 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 nee. Livion, Livion, je bent sterk, Livion. Nee, Livion, Livion, nee. Ah, critical snijkvogel. Arme Livion. Dit gaat niet goed. Ja, Aquarion, die kan ik hier niet echt goed tegen gebruiken in verband met Surf. Dus dan maar Frostwater. Oké, jij gebruikt weer gloeiende kolen op Botervrij. En gebruik jij maar... Ja, doe maar Blizzard. Doe maar gewoon. Arme Livion. Oké, double KO, nice. Goed. Dit ging niet zo soepel. But there was no target. Firepower, misschien moet je dan ook wel sneller zijn. Zou fijn zijn. Een Oddish, dat is nogal odd-ish. En Ninkada. Wat was Ninkada ook alweer? Dat is maar gewoon bug. Gewoon puur bug. Dan doen we strength op de bug en dan doen we gewoon weer een blizzard, waarom ook niet. Wat zijn jullie stilletjes? Mag ik even een moment van rust dan. Oeh. Oh ja, en ik zou nog even die shiny plusjes daar laten zien. Thanks voor de reminder, jongens. Hey Stefan, je zou die shiny plusjes nog laten zien. Nee, you don't say. Wauw, Frostwater boont alles gewoon. Firepower die probeert de hele tijd een avond te doen, maar alles is al gekild dan. Oh, kijk nou toch eens Grumble, die nog puur een normal type hier is. Ja, toen wel. Ik snap nog steeds niet hoe dat Grumble in één keer fairy type is geworden. Ik zie echt geen fairy type in een Grumble. Mm. Kijk mij een fairy zijn. Ja, kijk maar schattig. Kijk maar zo lief. Ja. Kijk naar de schattige ogen hebben, grote punt. Ja, misschien die pre-evolutie daarvan dan. Oh, snabbel. Ja. Nou ja, we moeten niet zo discrimineren naar je perries. Dat ze altijd maar lief en schattig moeten zijn. Nee, precies. Want echt, in tournaments, jij gaat mijn Sylveon haten. Trouwens, dat deed je al. Oké, jij doet strength, jij doet icy wind, of zo. Doe maar ice shard, ik ga het eerder. Ice shard is een beetje hetzelfde als quick attack, alleen dan als ijsaanval. Oh. En zo heb je al van elke tijd een soort van quick attack. Ja, je hebt die aanval.
Oh nee, hij doet kopstoot en dat is super gevaarlijk voor een Grapple. Want Grapple is namelijk een fysieke aanvaller. Nee. Ja, strength is jouw sterkste aanval. Maar ja, waarschijnlijk heeft hij een hele hoge defense. Dus misschien special defense kunnen we lager gooien. Probeer toch maar een Blizzard. Dan moet hij nou toch maar terug naar het Pokémon Center. Smiggeltje, Pokémon Go! Oké, okay, Smiggeltje, doei! Veel plezier! Inderdaad. We laten deze stream, we gaan naar buiten. Oh, how shocking, bedoemtsch. Nou, ik ga weer terug eventjes naar buiten toe, aangezien dat, ja... Mam! Ik ben onderweg naar het Pokémon Center, stop nou eens met bellen! Gek, mijn geld is niet de hele tijd uit! En dan geeft ze je geld en dan weer van die stomme Barry. Oh nee, Smikkeltje, als je lekker Pokémon Go wil gaan spelen, gewoon lekker doen. Yep. Ik bedoel, wij vinden het absoluut niet erg, tuurlijk. Laat ons maar weer alleen. We zullen je missen. Oh, hij gaat door. Zolang je maar Team Geel joint. Ja. Vergeet niet, onze tekstbalk is ook geel voor een reden. Ja. En het leukste is, over 3 weken, je weet wel, over 3 weken, op het moment dat we dan eindelijk op het punt zijn gekomen dat dit op YouTube komt, dan komen iedereen aan met Pokémon Go. Hef, Dury! Had ik maar eerder geweten dat Pokémon, dat ik Team Geel had moeten kiezen. Oeh, ja. Dan zou je eigenlijk een speciale video moeten maken met een oproep, dan zou je heel moeten joinen. Screw that. Jongens, Pokémon Go is uit en wij moeten jullie toch heel erg belangrijk nieuws geven over Pokémon Go. Team Geel! Team Geel is juist... Dat moet gewoon! Join my team! Het is verplicht bij de wet! Want wij hebben de wet opgesteld! Heb je daar commentaar tegen? We hebben een advocaat! Ja, dus doe het! Ik klaar je aan hoor! Nou, maar ik weet niet of die advocaat wel te vertrouwen is met zijn VBAS. Ja... Oh, Aquarium blijft... Oké, okay, goed zo. Surf! I'm a surf dude. Oh. Ah, mooi. Hij gaat Team Geel join. Yeah. Vandaar dat zijn naam Geel is. En dan de volgende keer in Porygon 2. Dus de volgende Pokémon. Wacht eventjes, Gentleman Gregory? Wat? Wat? Nee, dat kan niet. Nee. Gregory is geen gentleman. Oh nee! Gentleman Gregory. Oh boy, het kan discharge. Aquarium, nee, overleef het, je bent een awesome Pokémon, nou. Leafeon, maak er een eind aan. Mesblad! Nou, we hebben in ieder geval 3 extra mensen die bij Team Geel gaan joinen. Oh. Binnenkort gaan we de wereld veroveren. Met een lach. Wow. Neem de wereld over met een lachje. Ja, dat wordt onze strak, klik. Oh, ik zie dat Team Geel ineens een comeback zit te maken bij mij in mijn woonplaats. Hij begint! De revolutie is begonnen! Aha. En morgen maken we het af. Dan leeft de revolutie. Aha. Ach, nou, doe maar voor die ene HP. Jij hebt geen recht om volgestoors te gebruiken, Gregory. Gregory speelt vals. Nee, dat wisten we al. Oh, single beam. Dat is super effectief.
Livion! Livion, nee! Pokémon trainer Brandon komt er zo aan. Brandon? Random? 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 Bedoel je die van Omega Ruby en Alpha Sapphire? Oh mijn hemel, het is een Smoochum. voor Smoochum... Smoochum was toch ook part ijs? Ik denk het wel. Nou, weet je wat, wij gebruiken gewoon firepower en waarom ook niet. Ik weet ook dat het namelijk deels psychisch is, dus dan is bite super effectief. En aangezien dat bite een super effectief of een fysieke aanval is, is dat heel erg goed voor firepower. Als ik nou Umbreon had, dan had ik dit soort problemen niet gehad. Maar trouwens, we kunnen alvast eventjes hier die puzzel oplossen. Nope, nothing but trash. Nope, nothing but trash. Nope, nothing but trash. Oh, ik haat deze puzzel. En ik heb de verkeerde, want ik weet dat ze dan zeg maar naast elkaar zitten. Op het moment dat je eentje hebt gevonden met de Switch, dan zitten anderen die zitten dan naast. Maar ja, die kunnen dus naast, links, rechts, boven of onder zitten. Dus nu heb ik 50% kans dat ik de goede heb. En ik heb... I choose poorly. Poorly, I choose you. Yay. Poorly, I choose you. Dat zou een grap zijn. Ja, misschien de nieuwste Pokémon. Nee, gewoon een Pokémon poorly nicknamen. Ja. Natuurlijk de laatste die we kiezen. Oh. Weet je wat, dan pakken we gewoon niet in de hoek. We pakken gewoon niet in de hoek. Ja, we hebben hem! Yay! Stefan, stem. Hè? De stem. Er is nog geen stem, ik ging naar het Pokémon Center. Oh. Hallo, Derpcakes. Hallo. I don't know if you are Dutch or English, but we are streaming momentarily in Dutch. Ik weet niet of je Nederlands of Engels bent, maar we zijn Nederlands aan het streamen. Inderdaad. Ja. Indeed. Durks. Ja, nou hebben we er eentje die herhaalt alles in het Engels. Yes. Dat is niet herhalen in het Engels. Door yes te zeggen. Repeat in English. Apparently that doofus over there, that Robinski is repeating everything in English. Die gozer van Robinski wordt alles in het Nederlands vertalen. Wat blijft er dan met de verstappen hebben? Nee. Hij komt eraan hoor. Nee. Oh. Ik moet weg, snel. Ik denk dat ik maar heel veel Pokémon's moet gaan vangen in Pokémon Go. Oh, ik moet de gele gym hier versterken. Ja. Wat nou, let it go? Pokémon Go! Pokémon Go! Nee! Oh mijn god, dit is zo flame! Hoezo blijft die hek niet open? Ik denk dat als je die puzzel hebt opgelost, dan is het afgelopen. Dan is de hek gewoon open voor altijd. Volgens mij. Pas nadat je hem verslagen hebt, dan blijft die open. Ja. Dat is zo'n belonie! Ja. Inderdaad. Oh, maar, man! Ja. Nee, je hebt het eerder gedaan, dat moet wel lukken. Haha. Half uur later. Ja, nou noemt hij zichzelf Robinski, dus hij mag niet meer klagen over ons. Ik denk ze van fricket. Oh, het was in ieder geval dezelfde locatie. Maar ik vind Lieutenant Search wel een beetje een vies persoontje. Overal je prullenbak achterlaten. Nou, ja. Dat niet alleen, maar in de anime noemt iedereen baby. Ja, klopt. Oh, kijk, dat is gewoon hetzelfde. Oh. Yeah. Are you a little baby? En dan de manier waarop dat hij nou... Al moet ik wel zeggen dat in de anime is hij wel een beetje overdreven groot getekend vergeleken met Ash.
Ja, maar ja, dat is Japanners die alles dat lang is als achtelijk lang zien. Ja, want Lieutenant Surge is een windmolen. Ja, windmolen. Windmolen, ja, ja. Wauw. Oké, jongens, Lieutenant Surge, laten we het maar gaan doen. Eventjes opslaan. Saving, don't turn off the power. Klik, Parna, turn off the power. Oké. Nee, ik wil niet de... Ik wil gewoon Lieutenant Surge. Hey, you little tyke! It may not be very smart to challenge me, but to take cuts! When it comes to electric type Pokemon, I'm number one! I never learned it on the battlefield! I'll zap you like all my enemies in battle! Ik ga je overslaan, gloeiende kolen, schokkend! Ik ga even een paracetamolletje pakken hoor. Ja, ik ga mijn auto even weggooien hoor. Ah, hij kan er in ieder geval niet meer mee dealen, hij heeft zijn zonnebril afgedaan. We zijn hier nootjes gebleven. Nou, één ding zeg mij zeker, hij heeft volgens mij geen één stroomtype in zijn team zitten, want hij begint met een Nuzleaf. Dat hoor ik wel! Zit mijn Pokémon team niet belachelijk te maken van Jerry? Hier, neem een Swagger! Zijn eerste Pokémon, Nuzleaf, op level 51 met aanvallen, Swagger! Waar ik eigenlijk best wel heel blij mee ben, want nou is mijn attack van Flareon dus een stuk hoger. Dus... The English. Nu in de boekhandel. Oh, you speak English, yeah, but this is a Dutch stream, I'm so sorry, phone cats fan. Amber. Oh, hij gaat wisselen. Naar Goldeen. Like Central. Wacht eventjes, Lieutenant Surge met de Goldeen, dat is een watertype, dat is geen vuurtype. Nou en, verdorie! Nou ja, onze attack die is omhoog gegooid, dus... Oh nee, hij doet waterval! Ja, wat dacht je dan? Denk eens wat ik achterlijk ben! Hier! Met je stomme vuurtype! Firepower gaat dat... Nou, hij overleeft het net! Help. Dat is onmogelijk, je speelt vals! Cheer! En Goldeen is... Oké, snelle aanval, kom op, snelle aanval, ik wil een snelle aanval! Verdorie! Ik krijg dat de kast niet meer om een snelle aanval te doen! Ironisch. Een electric type gem die een vis heeft. Hey, hij begon met een Nuzleaf, dat is een grastype. Ja, nou en, Goldeen! Dan mag gewoon een type hebben die ik wil hebben! Nou, ik denk dat hij weer waterval gaat doen, dus ik zet gewoon een... Pak gewoon even Aquarium, want ik denk dat hij nou weer waterval gaat doen. En dat had ik goed, dus... Water Absorb. En dan doe ik eventjes een Aqua Ring. Want dat hield mij elke keer als ik damage krijg. Dat is een soort van leftovers die ik hem dus automatisch kan geven. En dan gaan we gewoon... bijten. Nou, ik zeg het heel even, Skype doet alweer vervelend. Ik kan je praktisch niet meer verstaan. Nee, ik hoor je ook niet goed. Misschien moeten jullie gewoon even gewoon de call even hosten. En okay. Horndrill! One-hit KO! Ik zou de call wel even kunnen hosten hoor. Oké, jongens, hun vallen heel eventjes weg. Ik moet heel eventjes wachten. Groen de code! Ja, we zijn weer terug. En inderdaad. Ja. Welkom terug. In de vorige aflevering van de livestream. Nou, Goldeen heeft een beetje vals gespeeld. Oh. Want Goldeen die gebruikte namelijk Horndrill. En Horndrill is een one-hit KO move. Oh. En die gebruikt hij nou weer! Ah. Wow. Jongens, we hebben een probleem. Ja. Als hij dit gaat spammen, dan hebben wij een heel groot probleem. Ja. Wow. Dan gaat hij weer met waterval beginnen. Oh boy, jongens, dit gaat niet goed. Ik denk dat we deze... Zo is Horndrill één kill, hoor. One hit kill. Horndrill is een aanval die alleen maar effectief is op het moment dat de tegenstander een lager level is. Ja. Oh. Ik heb... Revives. En hoe groter het verschil in level, hoe groter de accuracy is van de aanval. Yep. Oh. En daar is weer een Horndrill. Dit gaat niet goed. Nee. Nee. Jongens, dit... Oké, gebruik gewoon waterval. Kom op, Resolief.
Oké, hij doet waterval. Dat is een fysieke aanval. Liefhond is een defensive wall. Die moet het overleven. Goed, zo heel goed. Kom op. Wat dan flinched? Nee! En dan weer die horendrill. Dit is zo not fair. Ik heb alleen nog mijn firepower over. Ja, ik doe toch nog een revive proberen, jongens. Dat is het enige wat kan. We need to lift the revive. Dit gaat niet goed, jongens. Ik ben bang dat dit zelfs de eerste keer gaat worden tot wij een reset erin moeten gaan gooien. Bij de telesurge? Oh. Ja, wat dacht je anders vandaag? Ik ben de beste die er bestaat! Je speelt gewoon vals! Shit, I tell you. Mooi in de kolen. Nee, maar ook echt gewoon de kans van waterval om te flinchen, die is er inderdaad wel aanwezig. Maar gelijk de eerste keer dat hij het doet, dat is gewoon blony. Maar goed, we hebben de mesblad. Goldeen is neer, oké. Okay. Liefion, je bent onze enigste hoop op het moment. Alles hangt nu van jou af. Oh. Je kunt het. Kom op. Oké, we hebben een Remorate. Dat is ook weer een water. Oh nee, Signal Beam. Oh boy. Nee, we liggen eruit. We mogen niet weer verder vechten. Want we hebben Objectsol en Barrel Roll over, dus reset. Reclame, dan reclame. Goed. Game over count. Ik ga geen counts erin gooien, Robin. Screw jou. Yes. Wil jij mijn editor worden misschien? Yes. Prima. Ik stuur je de file en zoek het uit. Nee. Zeur dan niet zo. Oké. Okay. Wil ik dit dus gaan winnen, dan wil ik dus Liefion vooraan hebben. Poging 2, we gaan het gewoon doen. Dit is de eerste keer dat we dus verloren hebben. En toevallig dat het van Lieutenant Search moest zijn, waarvan jullie zeiden dat ik hem die stem moest geven van Chief. Ah, ik zei al, het is een slecht idee. Ja, is nou onze schuld? Blijkbaar. Nee. Niet mijn schuld, het is... Drollfight 9, hele mooie snor, ja, dankjewel. Ik heb nee gezegd. Jongens, nee. Ik krijg een compliment over mijn snor, dus sst. Wie schuld is het nou? Nee! Jouw schuld. Ja, van jou verzet ik die stem doen. Oh boy, daar komt weer die swagger aan. Het is niet mijn schuld. According to this paper. Ja, oh, ja, dan gaan we telefoon weer. Liefion, kom op. Oh, it hurts yourself in confusion. Maar jij bent een defensive wall. Hoezo krijgt hij een psychische aanval? Objection? Objection. Kom op, Liefion. Objection. Ah, en dan mis ik weer. Wat is dit? Dit is zo rigged. Dit is zo random. Return. Kom op. Goed zo, return raak. Dan is hij neer. Je kunt dit. Kom op, Nuzleaf. Ga dood. Ga neer. Ik wil je niet meer zien. Critical hit, mooi. Oké, daar komt die Remorade. Wacht eventjes. Die Remorade kent de Signal Beam. Ja. Maar ja, aan de andere kant... Deze die heeft nu die attack bonus. Oké, ik zit echt zoveel levels lager. Ik vind ook het recht heb om potions te gebruiken. Als ik bedoel, ik zit 10 levels lager, jongens, kom op. Ja, als hij het voor die stores gebruikt, mag jij dat ook. Hè, wat? Als hij het voor die stores gebruikt, mag jij dat ook. Ice Coke zegt mooie Pokémon, dankjewel voor het compliment. Signal Beam die doet echt superveel schade. Oh boy. Hi Kevin. Hallo! Ja. Hey, hallo. Just say hello. Hello. Just say hello. Hello. En ik weet niet hoe het liedje verder gaat. Dus zeggen wij maar hallo. Hoi. Hallo.
Dus zeg maar hallo. Hey, hello. Hello. Jongens, ik zit hier met gloeiende kolen, verdorie. Dat was heel zachtjes op de achtergrond horen. Ja. Echt maar... extreem zachtjes. Dank je, dat is beter. Ik denk toch dat ik Aquarion in ga zetten en hopelijk dat ik deze niet kan bijten. Want deze blijft nu single beam doen. En dat is een bug aanval en ik hou niet van bug aanvals. Oké, okay, aqua ring gebruiken. Ik kan. Waarom gebruikt hij de hele tijd van die gemeene Pokémon? Daar ben ik echt niet tevreden over. Omdat ik gewoon wel weer een verzorging. Hé, hey Bas, jij moet je gewoon watergezond gebruiken. Stop nou eens iets met... Gebruik nou eens iets anders dan Signal Beam. Gebruik eens een wateraanval. Heal mij. Hier, heb een Aurora Beam. It's not very effective. Sterling! ik ben bang dat die gyms hier behoorlijk pittig gaan worden. Mogelijk wel. Oh mijn god, dat beest heeft ook nog eens in de kitchen een citrus berry. Wauw. Wow. Hup, kom dan. Laat die kindje. Die is hier nog wel zelfs de persoon waarmee je met Skype aan het praten bent, zelfs 10 jaar voor me. Sterling! Nou, je wordt bedankt, Leroy. Ja. Ah, nee! Die... Hij gebruikt de volgende store! Oh. Oh. Die is lullig. Dit is zo not fair! Die is heel lullig. Oh. Ja. Ik ben zo blij dat ik die aqua ring heb erin gegooid. Hyperbeam! Okay, oh, kom op, Aquarian, overleven. Oké, goed zo. Gelukkig. Ja. Oh, natuurlijk, en nou krijg ik... Nou, ja, maakt niet uit. Oké, wat krijgen we nu? Waarschijnlijk die Goldeen waar ik zo bang voor ben. Epom? Oké, okay, maar dan ga ik mezelf eigenlijk toch ook nog eventjes een hyper potion geven. Maar dat mag wel. Nou, yeah. Al mag het niet, ik doe het toch! Ja, maar volgens de regels... According to the official Pokémon rules mag je eigenlijk helemaal vol spammen met die potions. Mag van ons niet. Nee. Jij speelt vals. Nee, ja, hij speelt vals. Ik ga het zeggen. Oh boy, hij heeft een nasty plot gedaan, nou maak ik me zorgen. Ik sta toe de regels te overtreden in Pokémon en dat je nu een RPG mag pakken en Remoraid mag opblazen en al zijn andere Pokémon. Dankjewel, Smikkeltje! Verdorie, hoe durf je dat nou maar te zeggen dat je mijn Pokémon mag opblazen? Verdorie, ik zal eens even jouw kant komen weer! Een grote Smikkeltje! Dat zegt, kom dat kan boos worden. Verdorie! Surf, dit doet decent schade. Kom op, Surf. Oh boy, double hit. Wacht eventjes, double hit is een fysieke aanval, terwijl dat hij zijn special attack heeft omhoog gegooid. Waarom gooit hij twee keer zijn special attack omhoog en valt hij daarna met een fysieke aanval? Oké, okay, we zijn niet klaar. Nevermind. Dag, Aipom. Twijfel niet aan mijn strategie. Ik heb je verloren al één keer neergehaald. Dirty. Ambipom? Hoezo heeft hij daar ook de evolutie van? Oké, okay, Surf. En die kent ook alweer Nostiplot. Gaat hij weer eens aan? Hij geeft hem gewoon de vinger. Hij geeft hem gewoon de vinger van... Haha, screw jou. Okay. Twaar me nou eens niet aan mijn logica's. Ik heb een Goldeen nog steeds met horen drillen. Die maakt ze helemaal neer. Ja, ik ben echt bang voor die Goldeen. Goldeen? Ja, oh jee, ik heb het wel hit. Goldeen. Carp. Aquarion is ondertussen wel heel erg aan het ponen, dus ik ben heel erg blij op het moment. Daar is de Goldeen!
Ik denk dat ik het beste Frostwater even kan inzetten en... Hopelijk dat hij zo dom is dadelijk om iets anders te... Ik weet het niet. Hopelijk op de beste. Ik denk dat ik Frost... Ja, misschien Frozen Solid, maar ijs doet hem niet veel. Het is nog niet over, het is maar het begin! Flurry, dit is mijn sterkste Pokémon, dat wist je al vanwege die Johan Drill! Oh boy. Bite of Blizzard? Help. Nou, ik denk dat hij sneller is als mij, dus ik kan Icy Wind doen om zijn snelheid... Oké, hij is niet sneller als mij. Daar sta ik eigenlijk wel van te kijken. Frozen Solid! Oké, zijn speed is omlaag. En zijn speed gaat weer omhoog. Maakt niet uit, hij heeft zijn schade. Daar is waterval. Ik hou niet van waterval. Ik hou niet van water en de muur houdt niet van lava. Oké. Ja. Ik blijf gewoon zijn speed nou omlaag gooien. Nee, ik ga nou zijn speed omlaag gooien, jongens. Want ik weet dat ik nou weer als eerste mag aanvallen. Dus als hij dan dadelijk nog een keer zo dom is om weer een keer agility te gebruiken, dan heb ik weer een gratis aanval. Inderdaad. Oké, nu heb ik een gratis aanval. Geen horendrail. Nee, hij doet agility. Hij is dom. Oké, dan moet ik weer nog een keer die ene aanval doen. Never give up. Hou je mond, Lieutenant Sir. Nee, doe de horendrail. Horendrail. Gloeiende kolen. Oké, als ik nou Firepower inzet en dan overswap naar Aquarium, misschien hier is hij zo dom om Aquarium dan te healen. Oké. Swap. Kom op, wees zo dom. Gebruik waterval. Ik weet dat je waterval wil gebruiken. Ik weet dat je dom bent. Goed zo! Yeah! Bijt zijn gezicht er. Oh nee. Horendrail mist! Kom op! Nice. Je kunt het! Kom op! Glijden! Ah, nog 1 HP! Als hij nou een full restore gaat gebruiken, echt. Dat gaat hij doen. Ah! Natuurlijk gaat hij dat doen. Ja, maar nu. Hij kan hem 2 keer gebruiken in het match. En hij gaat naar Horendrail. Oordeel! Ook mis. Nee, was maar waar. Nou, oh, jammer. Ik vind de mice nog moeilijker als Bonder. Ik denk niet dat Leafeon snel genoeg is. Leafeon mesblad! Nee, hij is niet. Oh, hij mist! Hij gebruikt Horendrail en hij mist! Hoezo is mijn mesblad mis?! Gloeiende kolen! Kom op, niet flinchen. Mesblad, goed zo, kom op. Lukt hij een beetje? Heb je hulp nodig? Kom op, critical. Yes! In je gezicht, stomme Lieutenant Surge! Vandaag heb je vals gespeeld, ik wil een rematch, ik wil ook een reset knap. Vandaag heb je vals gespeeld, blablabla. Heb je gehoord? Ja! Oh, Leafeon, dankjewel! Oh, hey, dat is Final Fantasy. Dat weet ik. Geen Pokémon. Dat is geen Pokémon. Leafeon, je mag nou heel dicht bij me blijven. Mama, hij is wat anders. Deze random sound effects worden mede mogelijk gemaakt door random sound effects. Niet echt, maar dat maakt niet uit. Het is gewoon Leafeon die de controle vast heeft, jongens. Screw it. Oh. Alweer Shockwave, wat leuk, dankjewel. Wat ben ik blij. Stom. Graag gedaan. Verdomme, ik wil je gezicht niet nooit meer zien. Stomme. Mam, ik heb net de meest irritante persoon ooit verslagen. Stop nou eens met bellen. Verdomme, stop nou eens met bellen. Wacht. Lieutenant Surge, volg me niet, alsjeblieft. Blijf weg. Ah, deze livestream gaat helemaal nergens naartoe. Nee. Wie is dat met die random sound effects? Ik ben het niet. Geen idee. Wat serieus? Er blijft maar 1 persoon over. Dan mis je deze. Yes. Zo
Dan lukt het maar zeggen dat ik het was. Ja, maar... Ja, doe dat maar. Ja. Zo, kom je weer daar een tijdje zitten? Je bent echt een redder in nood. Dat moet je wel zeggen, hè? Oké. Of je het moet zeggen, dan zeggen we dat je het moet zeggen en dan zeg je het niet. Nee. Okay. Dus zeg het maar. Zeg het. Doe het eens vertellen. Doe het eens vertellen, jongetje. Doe maar. Doe dat. Kom maar. Oké. Je kunt het. Ja. Doe dat. Ja. Doe maar. Doe dan. Ja. Zeg het dan. Ik was het. Stella. Ja, ik was het. Ja. Ik wist het. Okay. En nu? Nu heb ik een double battle. Nu weten we wie het was. Ja, nu heb ik een double battle met Day en Dani. Of Dani en Day. Dat is geen Pokémon Go voor jou. Oh mijn god, het is een Steelix. Is dat die Eevee? Misschien is het handig om mijn Leafeon hier ook dik te geven. Maar ik weet niet, volgens mij heb ik TM dik nog niet hier. Poison is immuun tegen staal, dus ik denk dat ik gewoon een return tegen Arbok doe. En jij doet Ember tegen Steelix? Modderbom? Oké, daar ben ik niet echt mee eens. Maar is Steelix nou puur Steel-type of ook Steel-rock ofzo? Steelix is Steel-rock volgens mij. Ik dacht puur Steel. Ik weet het niet. Dat was hij, nee, want hij is geen ground-type, want, of wel? Nee, wacht eventjes, rock is namelijk, steel ground. Want vuur is namelijk super effectief en als het een steel rock-type was, dan was het normale damage geweest. Ja, aha. Ja, dat zei meneertje Heijn ook toen hij de winkel opende. Ja, weer Albert, haha. Haha! Hebben jullie ooit eens een keertje super oude reclames van de Albert Heijn gezien? Die zijn heel erg met het aha. Aha. En niet te vergeten het legendarische zakje. Oh ja, ja. Dat is Disneyland. Oh god, Steelix die gebruikt een rockpol. Weet je wel niet hoeveel rockpollers je ongeveer een Steelix nodig heeft om ik weet niet hoe snel te worden? Echt veel te veel! Maar als het een ground type is, waarom wordt Steelix... Oh ja, omdat het steel en steel is weer sterker tegen gras, of course. Of course! Oftewel, mestblad doet normale damage. Oh god. Maar dat maakt niet uit, ik heb Flareon ook nog eens in een keertje, ik bedoel Firepower. Dag Steelix! Doos! Doos! Ja, maar ondertussen is het anders, ondertussen is het zand! Goed oud gezond zand. Nou ja, Doos is nog steeds gevaarlijk als Erwin in de buurt is, maar... Ja, dan moet je uitkijken. Ja. Eén van de 10 dozen zijn niet voorbereid. Oh mijn hemel, het is een Gallade. Wacht eventjes, dat is een fysieke aanval. Ja, op zich. Ik weet dat het een fight... Ja, ik denk dat ik gewoon return ga doen. Kijk hoeveel schade dat doet. Okay, ik bedoel, we hebben de experience nodig. En ik heb geen Lucky Eggs helaas. Return doet best wel... Oh boy, dat is gevaarlijk. Wij zijn een defensive wall. Wij zijn... Oké. Oh, tuurlijk krijg jij een critical hit. So not fair. Tuurlijk. Nou ja, Gallade is neergehaald. Ik bedoel, niemand maakt kans tegen Leafeon. Alleen jongens, serieus. We zitten pas op 4 evoluties. Ik wil een 5e. En 6e. En een 6e. Ja, als je toch bezig bent, pak je zet ook wel gelijk tussen. Ja, inderdaad, nee, dan kunnen we keuzes maken. Ja, oh, dan komen we in Sabrina Town, Saffron City. Ik ben bang voor Saffron City. Oh, krijgen we trouwens nou niet gratis... krijgen we hier nou niet een Hitmonchan of Hitmonlee? Of, nou nee, dat was hier niet meer. Of toch wel? Geen flauw idee. Ik weet dat er een tweede gym zat tot je daar een Pokémon kon krijgen, maar ik weet niet of dat ook nog steeds een Hardcore Soul Silver was. Het is lang geleden dat ik dit gespeeld heb. Ik,
Ik weet het alleen van de eerste generatie. Ja, en toen kon je, kreeg je... Inderdaad, van Hitman Chen of Hitman Lee. Ik weet zeker, dat ik toen... Toch? Ja, wat... Vraag je het aan mij? Ik vraag het in het algemeen, verdorie! Lieutenant Search, laat me nou eens mijn rust! Leave me alone. Never. Of misschien is het heel erg handig als we nou een espion tegenkomen, omdat ik nou psychisch heb gekregen. Maar ja, espion kan psychisch zelf leren. Maar volgens mij leerde die psychisch ook pas hier in level 70. Oh. Alles is hier 71 nog. Ik ben zo blij dat echt Eevees wel sterker zijn gemaakt in generatie 6. Ja. Ja, heel leuk. Geef iets. Ik kom gewoon random jullie gebouw binnen, dus geef iets. Hé, hey, kijk, hij komt net door gebouw binnen. We geven hem iets. Ja, inderdaad. Ik krijg een upgrade. Wat lief. Maar uiteindelijk kan je in dat gebouw een van de drie generatie 3 starters krijgen. Serieus? Ja. Ik ook. Erwin! Dat staat in de chat. Ja, nee, dat is de wel van Erwin Smash. Oh. Vertaring! Kreeg je nou ook iets van die copycat muts? Hey, do you like Pokémon? No, I just ask you, huh, you're strange. Ja, stop nou eens met mijn naadapen! Ik vind dat niet leuk! Faker. Oh, het is een poppetje. En dit is ook een poppetje. Oh, dit is een echte. Dit is geen poppetje. Leuk. Ik dacht dat je hier iets kon doen. Maar ja, ik zie aan de tijd dat we alweer een uurtje zijn. En ik denk dat ik nog één afleveringetje wil livestreamen. Voordat ik denk eventjes nog gezellig met hun te babbelen. Voordat ik s'avonds laat uit het niks in één keer allemaal pokegyms langs ga. Om ze allemaal te claimen in de naam van Pokegeel. Team Geel! Ja, ik wil heel vervelend doen met Team Geel. Ja, zo'n instinct heb ik gewoon. Ja. Pun intended. Daarom hebben we Team Instinct. Ja. Kijk. Oké, eens eventjes kijken. Hoi, hallo, Karate King the Fighter Jojo Messages in de cave of further. Nee, dan moet je in een cave inderdaad en dan kreeg je een fighting type die je dan in drie verschillende kon evolueren. Zou dat naar Sabrina gaan? Nee. Ik heb eerder zoiets van laten we gewoon naar boven te gaan. En eventjes kijken wat er in die route te vinden is en daarmee deze aflevering afsluiten. Oh. Dus ik zou zeggen we doen... Ja... Ik vind het een beetje te flame. Ik vind het een beetje flame om nou af te sluiten. Dus misschien is het leuk om dan in de volgende aflevering ook nog een paar random Pokémon tegen te komen. Plus daarboven hebben we nog het een en ander. Dus laten we 5 encounters hier doen en daarna in de volgende aflevering ook nog 5. Dus we beginnen gewoon met encounter 1. En het is een... Scizor. Wauw. Heel perfect. Ik bedoel, we hebben al een Scyther. Kom op, Jolteon, Espeon. Spinnerack. Itchion. Geef me Itchion. Geef mij nu een Ion. Je geeft me er hoop voor terug. Een Azumarill. Wat ik wel eigenlijk best wel raar vind is, waarom zijn al die random Pokémon die je hier tegenkomt echt op zo'n laag level? Ik bedoel... Als jij dus hier laag geleveld bent, hoe wil je in godsnaam trainen? Daar ben ik weer, hoe oud ben je, hoe oud je Super Mario 64 LP ook is, ik kijk hem telkens terug. En oh mijn god, unknown! En awesome dat je die nog steeds terugkijkt. Boter! Speciaal voor de bro-fan. Oh, oké, encounter 4 is een Spinarak. Eén encounter. En er zijn nog steeds 8. We zitten op de helft van evoluties die mee kunnen komen. Dus, of ja, met Eevee, man. Eevee dan meegerekend, want er zijn nog 3 evoluties en 1 Eevee. Gewoon Eevee. Gewoon.
Hallo vliegtuig. Nou, er waren 15 encounters. We zijn Drifloon ook nog tegengekomen. Dus laten we even mooi afsluiten in dit huisje. Dus beste YouTubers, heb je leukste momentje? Laat het weten in de reactie. Haha, je verloor. Nino, Nino, Nino. Hey, dat is mijn huisje. Get out. Enough. Lief. Nou. In ieder geval, heb je leukste momentje? Laat het weten in de reacties. Als je daar tijd voor hebt, laat een like achter natuurlijk als je daar tijd voor hebt. En dan hoop ik jullie allemaal te zien in de volgende video. Wil je zelf een keertje aanwezig zijn bij de livestream? Dan kun je natuurlijk altijd op Tully. Niet bellen. Tully. Ik ben met de outro bezig. Tully! Daar, Tully! Ik breng ook de telefoon in tweeën! Daar! Lieutenant Search volgt mij, help. Maar wil je zelf nou aanwezig zijn bij de livestream, dan kun je dus naar Twitch toe gaan. Kun je op follow drukken. En heb je notificaties aanstaan, kun je natuurlijk... wanneer ik live ga, krijg jij daar een notificatie van. Hartstikke leuk. Dus bedankt voor het kijken, tot de volgende video. Doei!